Hoi, mijn naam is Jamie en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En misschien ken je het wel. Eens in de zoveel tijd, dan sta je voor je kledingkast en dan denk je, ik heb vandaag niks om aan te doen. En het is niet alsof je kledingkast leeg is, maar het is gewoon dat er niets is waarvan je die dag denkt, dit is het. Eens in de zoveel tijd heb ik daardoor ook een soort van impulsieve bui waarop ik denk, fuck dit, ik wil gewoon een hele nieuwe kledingkast. Ik wil gewoon alles wat ik nu heb, niet meer. En ik wil iets heel nieuws. Ik wil of een nieuwe kledingstijl of ik wil gewoon nieuwe dingen uittesten. Maar ja, een hele nieuwe garderobe is natuurlijk wel een beetje pittig duur. En daarvoor zijn twee opties. 1. Een hele nieuwe garderobe nemen. Maar goed, zoals ik al zei, dat is heel duur en niet heel realistisch. Of 2. Weet je wat? Gewoon alle items die ik nu heb verkopen. En met dat geld kan ik ook weer nieuwe items kopen. 2 vliegen in 1 klap. En ik verdien geld eraan. En ik kan allemaal nieuwe toffe items uitkiezen. Dus dat is het plan van deze video. En daarvoor wil ik ook de sponsor Vinted bedanken. Want ik ga mijn items verkopen op Vinted. In de beschrijving hier beneden vind je een linkje naar mijn Vinted profiel. Daar kan je de items die nu nog over zijn nog shoppen. Of bekijken. Of je kan me gewoon volgen. Maar allereerst is het natuurlijk tijd om de kledingkast uit te ruimen. Oké, op mijn bed heb ik hier nu een aantal kleren liggen. Dit is de eerste shift die ik eventjes ga fotograferen nu. Ik ga gewoon spiegelfoto's maken. Dat vind ik het makkelijkste. En ik vind dat vaak ook heel duidelijk, zodat je kan zien wat je aan hebt. Nou jongens, hier hebben we mijn prachtige spiegel. En ik ga hier eigenlijk al mijn foto's maken. Dit wordt een heleboel omkleden. Dit is het eerste deel. Dus tijd om aan de slag te gaan. Tijd voor een heel erg belangrijk onderdeel. Namelijk het maken van foto's. En dit is iets waarvan ik zelf denk dat het echt niet onderschat moet worden. Het kost even tijd, maar dan heb je ook wat. Als ik een foto zie van een item dat gewoon echt zo blah, op de grond ligt, dan denk ik, nee, die hoef ik niet. Maar als het echt een mooie aanfoto is, dan denk ik, ik wil dat hebben. Dus tijd voor het maken van de foto's. Een tip die ik meegeef wat enorm veel tijd bespaart en ook nog eens de foto wat leuker maakt, is om gewoon een beetje een outfitje samen te stellen. Je hebt altijd wel bijvoorbeeld een spijkerrokje die met best wel veel crop tops combineert. Die kan je gewoon makkelijk combineren. Spijkerrokje, crop top 1, crop top 2, crop top 3. Nou, dat scheelt gewoon heel veel tijd en het scheelt heel veel foto's, want dan kan je foto's vaak een beetje dubbel gebruiken. En aanfoto's, laten we eerlijk zijn, die werken gewoon echt het allerbeste. Wat ik dus doe om het wat makkelijker voor mezelf te maken, ik maak meestal een paar foto's per item. Maar dat ik het zeg maar zo'n hartje geef en het favoriet op mijn iPhone. Omdat als je dan naar je mapje favorieten gaat, dan heb je echt gelijk een overzicht van al je favorieten. Ja, het is super chill als je zeg maar foto's moet gaan selecteren. Want dan weet ik gewoon, dan werk ik vanuit dit mapje. En dat bespaart echt heel veel tijd. Wel vind ik het heel erg belangrijk om gewoon alle items eventjes schoon mee te geven. Dus alles eventjes langs te gaan. Even een wasje te draaien. Even strijken. Zodat alle items natuurlijk netjes aankomen bij de nieuwe eigenaar. Bij alle items die ik tegenkom en pas doe ik even checken of er geen vlekjes in zitten. Die er bijvoorbeeld echt niet meer uit te halen zijn. Ik heb wel eens dat er bijvoorbeeld een vet vlekje in is gekomen. Die het net een iets andere kleur geeft. Die je niet kan weghalen. Nou, ik zelf vind dat niet heel erg als een heel klein vlekje ze niet opvalt. Maar ik vind dat als ik het ga verkopen, toch niet helemaal de bedoeling. Er blijven een paar items over waarvan ik zelf zoiets heb. Ik vind die niet verkoop ready. Ik vind ze niet geschikt om te verkopen. Ik voel me een beetje lullig erbij als ik iets aan iemand verkoop. Waarvan ik eigenlijk denk van ja, het is niet echt heel hygiënisch. Ook al is het 1 euro. Dus die sla ik wel over. Ik heb nu echt mega veel foto's gemaakt. Ik ben ook een paar items tegengekomen die ik nog eventjes moet strijken. Dus dat ga ik ook nog eventjes doen. En dan wordt het straks tijd om te gaan selecteren en online te gaan zetten. Items zijn gesorteerd. Alles is netjes gestreken. En uit de was natuurlijk. De foto's zijn gemaakt. Tijd om alles online te gaan gooien. Ik ben niet van plan om allemaal filters overheen te gooien. Want dan zie je de items natuurlijk niet heel erg goed. Maar ik ga wel eventjes kijken of ik het misschien een beetje kan oplichten qua helderheid. Of dat er iets aan nodig is. En ik heb wel een snel trucje om bijvoorbeeld heel veel foto's tegelijk te kunnen bewerken. Wat hiervoor wel echt heel chill is. Je kan hier gewoon bewerken. En dan zeg ik bijvoorbeeld, ik wil iets meer helderheid, iets meer contrast, iets scherper. Het is nog wel belangrijk dat de items natuurlijk duidelijk zijn. Dus het is niet de bedoeling dat ik heel erg veel ga aanpassen. Maar dit is de foto die ik dan heb bewerkt. En ik ga gewoon mijn bewerkingen kopiëren. Waardoor ik gewoon op al mijn foto's deze bewerking kan toepassen. Wat echt super chill is hiervoor. En dan bewerkingen plakken. Kijk, en nu is het op alle foto's toegepast. Ik vind toch dat als de foto's iets helderder zijn, je vaak gewoon net iets meer ziet. En nu kan ik nog eventjes langs alle foto's gaan. Maar als ik heel eerlijk ben, ziet het er wel echt leuk uit. Ik vind dit ook echt een leuke combi trouwens. Ik heb dit nooit gedragen. En nu zie ik dit zo samen, dan denk ik, wauw, waarom heb ik dit nooit gedragen? De foto's zijn gemaakt, items zijn klaar en nu is het tijd om alles te gaan verkopen. En om de items te gaan verkopen gebruik ik de app Vinted. En Vinted is een app die je op je mobiel hebt, maar je kan het ook online bezoeken. Ik vind het zelf heel erg makkelijk werken en je kan daar je items verkopen, maar ook weer andere dingen kopen van andere mensen.
mensen. Maar voor nu ga ik er zelf eventjes items opzetten om die te verkopen. Maar later ga ik ook dingetjes kopen om natuurlijk toch nog wat leuks in mijn garderobe te hebben. De app is helemaal gratis en het grote voordeel eraan is ook dat je geen transactiekosten betaalt op het moment dat je een item verkoopt. En nou ja, het is gewoon chill dat ik nu wat extra geld verdien door mijn items te verkopen. Ik laat eventjes zien hoe ik dat doe. Dit is de Vinted app die ik nu voor me heb. En nou, dit is mijn profiel, jongens. Momenteel staat er nog niet heel erg veel boeiends op. Maar je kan me volgen als je dat leuk vindt. Je kan mijn profiel vinden door het linkje hier beneden in de beschrijving. Dan zie je gelijk de items die ik allemaal verkoop. Het verkopen gaat eigenlijk vrij simpel. Je klikt op verkoop hier beneden. Je uploadt de foto's. Dat zijn de foto's die ik net heb gemaakt. Poep. Ziezo, ik heb nu de foto's. Ik heb nu 3 foto's geüpload. Van de eerste die ik geüpload, dat is dit sweater van de Zara. Nou, dat zijn de 3 foto's die ik heb. Ik denk, ik laat een beetje zien hoe je hem op verschillende manieren kan dragen ter inspiratie. Volgende, gestreept, oversized. Echt een sweater, het is meer een top. Het zit een beetje tussen sweater en trui in. Trui van Zara. De categorie is hoodies, truien. Ja, chill, merk Zara. Dit is een emmetje. Ja, ik heb hem wel eens gebruikt. Ik ga deze voor €12,99 verkopen. Er staat aanbevolen prijsschaal 3 tot 8. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik het vergelijk met de t-shirt hieronder, vind ik mijne wel iets meer waard. Ja, deze is normaal denk ik bij de Zara €30. Dus 30, misschien net iets meer dan 30. Dus so far so good. En hij ziet er nog goed uit. Ik ben geïnteresseerd om te ruilen. Ja, daar sta ik wel voor open. En pakketformaat is middel. Oké, nou, daar staan ook de prijzen bij. Klaar, verzendopties. Er zijn verschillende bedrijven waar je pakketje kan afleveren. PostNL, DHL, DPD, Hommer. En je kan zelf kiezen welke jij wel of niet beschikbaar wilt stellen voor de kopers. Ik doe ze allemaal, want ik kan het hier allemaal afleveren. Ik heb nu alle details ingevoegd. En dan is het tijd om deze toe te voegen. Ja jongens, hij staat er. Wat leuk. Ik kan ook zien hoe vaak het is bekeken. Nou, tot nu toe 0 keer. Maar mijn eerste item staat online. Oké, ik ga de rest nu toevoegen. En dan is het een kwestie van afwachten totdat alles wordt verkocht. Het hele profiel staat klaar. En dan is het slechts een kwestie van wachten totdat de eerste items verkocht worden. Jongens, even een update. Ik ben nog geen uurtje verder. Sterker nog half uur verder. En mijn eerste item is al verkocht. Er staan nu 1, 2, 3, 4. Er staan nu in totaal 10 items op mijn profiel. Ik heb er net 10 erop gegooid. Met allemaal foto's. En de eerste trui is al verkocht. €14,99 in de pocket. Ik krijg nu ook een berichtje voor iemand anders die mijn Pull & Bear jurkje wil. Het gaat echt super hard. Wow, dat had ik echt niet verwacht. Ja, ik ga nog even kijken hoeveel items het in totaal worden. Nou, ik denk dat ik hier wel een leuk zakcentje uit kan halen. Nou, jongens, dit ja, is natuurlijk echt een beetje hoe het gaat. Overal kleding, kleding, kleding. En hier nog mijn strijkplank, als ik nog wat dingen moet strijken. Nou, eigenlijk is het een strijkkleedje, zeg maar. Ja, maar goed, gaat top dit. Dit is mijn kledingkast. Ik ga eventjes alles selecteren, want er zitten ook heel veel items tussen waarvan ik denk, ja, die zet ik liever niet op Vinted, want pyjama dingen of zo, of ondergoed dingen, of dingen waar bijvoorbeeld een vlekje in zit van strijkijzer, maar dat vind ik zonde om weg te gooien. Maar ik vind het ook weer niet helemaal gepast om door te verkopen. Ik draag het dan wel, dat vind ik geen probleem, maar voor iemand anders een beetje lullig. Ja, dit is inderdaad hoe het er een beetje zo uitziet. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik vind dat het echt meevalt hoeveel ik heb. Ik heb vroeger meer kleren gehad. Ik heb de laatste jaren gewoon echt om de 2 maanden een beetje gecleaned. En nu komt echt de ultimate clean, want ik hoop dat dit allemaal straks weg is. En dat ik straks alleen met dat overblijf. Of nou ja, dit zijn jasse kleren dan. Ik ben benieuwd hoeveel ik hiervan kan gaan verkopen. Ik ben nu eventjes verder. En er zijn gisteren allerlei bestellingen binnengeschrapt. Ik denk dat er nu iets van 8 bestellingen zijn. Op de eerste dag. En ik heb niet mijn account op mijn eigen Instagram, op mijn eigen YouTube gementioned. Mocht je me nog niet volgen op Instagram, linkje beneden naar mijn Instagram ook. Maar dat is gewoon puur vanuit het platform gegaan. Ik heb ongeveer iets meer dan 30 items erop gezet. Een stuk of 20 items in mijn kledingkast vond ik zelf niet geschikt om te verkopen. En ik heb in totaal zo'n 50 items. Dus ik moet heel eerlijk toegeven dat 1/3 nu al verkocht is binnen 2 dagen. In totaal iets van €100 heb ik nu opgebracht. Is echt best wel veel. Ik denk dat als ik al mijn items verkoop, nou, keer 3, dat ik ongeveer €300 verdien. Daar kan ik best wel veel leuke nieuwe dingen mee kopen als ik eerlijk ben. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga misschien ook zelf nog wat tweedehands items kopen. Want met dat geld kan ik natuurlijk ook weer leuke nieuwe budget items kopen. Mocht je mijn profiel op Vinted willen checken, linkje beneden. Waarschijnlijk als je de video bekijkt staan er ook nog wat items te koop. Dus mocht je het leuk vinden om die te shoppen,
feel free. Ik zal ook wel in de topcomment hier beneden achterlaten hoeveel de stand is van wat ik tot nu toe heb verdiend. Hoeveel het totale bedrag is wat ik zou binnenhalen op het moment dat ik alles verkoop. Ik kan me voorstellen dat het toch wel handig is om te weten van, goh, weet je, hoeveel kan ik er aan verdienen? Dus ik dacht, best wel leuk om mijn ervaring te delen met hoe ik al mijn items heb verkocht, hoe het is gegaan, hoe ik eraan verdiende. Mocht jullie vragen hebben, laat het ook hier beneden achter. Linkje naar mijn Vinted profiel staat ook heel erg beneden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!